Betekent. Wij gaan nu echt antistress. Dat doen we de hele week met een aantal cursussen, een aantal opmerkingen, een aantal gevoelens die we graag aan u over willen brengen wanneer u druk en gehaast hebt. Ik denk alleen, is vanmorgen geschaatst, 10 kilometer, 3 medailles. Hè? Ja, ik heb het net gehoord. Je hebt gehoord. Goud, zilver en brons. Ons ontgaat niets. Nee, hè? Eigenlijk niet. Nee. Misschien is het zinvol om eens even, u als gast van een hele antistress methode, om daar eens iets over te horen. Of de schaatsers daar nou ook last van hebben. Of dat het meer voor de coaches en voor de kijkers en de toeschouwers is, die spanning. Ik denk dat de coach gespannender is dan de schaatser zelf, want die kan zijn spanning kwijt. Ja. En die coach kan op dat moment helemaal niets doen. Die staat zich op te vreten. Staat zich op te vreten. Dus Tai Chi voor een topsportcoach is zeker, zeker goed. Ja, daar gaan jullie het over hebben, over Tai Chi. Ik zal u eerst even voorstellen. Chris de Korte, u bent, ik lees hier, oud-bondcoach van de Olympische judoploeg. Dus u leeft al mee met die schaatsers natuurlijk ook. Ik leef mijn sport mee. Of zegt het u niet? Jawel, ja, natuurlijk. Een beetje trots? Ja, Nederland kan trots zijn op zijn sporters. Ja, maar waarvoor u hier bent, is dat u Tai Chi-leraar bent geworden. Ja. U heeft mensen meegenomen, die staan hier in de studio allerlei oefeningen te doen. Heel bijzonder. Ik weet eigenlijk niets van Tai Chi. Kunt u er maar iets over uitleggen? Tai Chi is een drie-eenheid eigenlijk. Drie belangrijke punten. Dat is gezondheid, meditatie en als laatste kan je het ook als vechtkunst gebruiken. Dat is eigenlijk Tai Chi heel beknopt gezegd. Precies. En richting die ontspanning, hè? Want daar hebben we het over, antistress. Waar werkt het nou specifiek op? In lichaam, geest? Nou, je weet, het is een oud gezegde, lichaam en geest zijn één. Dus als je lichaam ontspant, dan gaat de geest vanzelf mee. Ja. En Sifu Fei, die daar dus nu eens voor staat, die is ook arts, Chinese arts. Dus je weet heel goed waar die dus mee bezig is. En probeert dat op zijn leerlingen over te brengen. Het is ook belangrijk dat je dus, als je Tai Chi gaat doen, dat je een goede leraar zoekt. Ja. Dus alles hangt of staat bij de kundigheid van de leraar. Zijn er nou ook al Nederlandse goede Tai Chi leraars? Sifu, die Sifu Fei leidt leraren op. Er zijn er nou een stuk of 12. Die dus in de landen, zeg maar, rond Rotterdam en Den Haag hoofdzakelijk. Sifu geeft les in Den Haag en ik zelf in Rotterdam Hoogvliet. Waar je dus goed Tai Chi kan beoefenen. Kijk eens aan, want het ziet er zo prachtig uit, hè? Ja, het is een beperkte ruimte natuurlijk. Kijk, het voordeel van Tai Chi is dat je het om een hele kleine ruimte kan doen. Dus bijvoorbeeld voor mensen die in de bedrijven, dus achter computers zitten. De arbeidswet zegt dat je 3 uur achter elkaar een bepaalde inspanning kan doen. En is Tai Chi bijzonder goed om je te ontspannen. Ja. Even weer energie op te laden. Nou heb ik laatst gelezen dat Tai Chi met name goed is ook voor reuma-patiënten. Waarom is dat zo? Nou, de Chinese gedachte achter gezondheid zegt dat alles uit de wervelkolom komt. Dus alle ziektes komen uit de wervelkolom. Ja. Tai Chi zorgt ervoor dat die wervelkolom recht is. Dat er een goede energiedoorstroming is. En als reuma rustig is, reuma kan dus ook zeer onrustig zijn. Ja. Dan is Tai Chi zeer goed om dat dus te beoefenen. Ah, om de energie door het lichaam te laten stromen. En niet op één plek te houden. Mensen hebben er echt baat bij, hè? Ze hebben ontzettend veel baat. Het is soms voor mij ook nog vreemd om te ontdekken dat het echt werkt. Als je mensen lesgeeft. Mensen worden echt rustiger, kalmer, zekerder in hun beweging. Nou, ben ik zo benieuwd. Zou de leraar de kijkers thuis een kleine oefening kunnen leren? Dat denk ik wel. Mag ik hem misschien even meedoen? Vraag het hem. Ik ga er even die kant uit. Vraag het hem. Mag ik intussen vragen, wat betekent Tai Chi precies? Tai Chi, dat is een beetje vaag. Vertaling? Alleen een vertaling? Vertaling is leegte eigenlijk. Dus, leegte. Ah, dus we gaan even kijken hoe Helene iets leert. U kunt ook even zien wat er nu gebeurt, ja? Ja. Er is een stukje uit 108, wat ze dus nu leert. 108 is de Yang-stijl, die dat over het algemeen in het Westen wordt beoefend, wat het de makkelijkste stijl is. En ik zie dat ze goed meedoen, niet helemaal precies, maar dat kan ook niet. Het duurt even voordat je de Tai Chi beheerst. Dank u wel. Leuk om even gezien te hebben. Ja, dat is goed.
Dit doen, ja. En dan omkleuren. Ik ben maar stoppen, want die... Ja, goed. 1. Nou, 3 is het. Nou, ja. Ja. Ja, perfect. Ja, die is goed. Nou, toch het einde. Mark. Om allebei in benen staan. Ja, dat is het. Die moet zijn. Meester. Nog een keer, dat is goed. Nog een keer. En dan nog een keer werpen. Niet te weinig ruimte, meer ruimte. Dichtbij. Ja, en nou heup, wat je maar ziet, nou hier, dit gedeelte, heup, bij de band. Zo. Ja, dat je wel duikt. Hoger. Ja, armen en armen uit. Ja. Ja, kom maar. Je kan het doen voor meditatie, maar je kan het ook dus doen voor als zelfverdediging. Alleen de weg voor zelfverdediging is erg lang. Dus als je gejudo'd hebt of karate gedaan hebt, is het makkelijker te begrijpen wat je dus doet. Ja. Iemand die dat nog nooit gedaan heeft, is moeilijk. Je moet echt allemaal uit. Wat ben ik aan het doen? Ja. Wat beleg aan het doen? Ja. Dus ook makkelijker te onthouden als je weet wat je doet. Als je weet dat je iemand weg moet. Ja, dat is die beweging, ik denk, de vastopvangen of zo. Tenminste, zo'n beweging maken, je houdt iets vast of zo, wat je aan het wapperen bent. Dat dacht ik dus echt, want ik zag ook al die vingers zo omhoog gaan. Dus heb ik geen idee dat je een pols aan het pakken bent. Ja. Dus als hij mij mijn keel pakt, bijvoorbeeld, dan zie je, kijk, is het dit. Als hij pakt, bijna wegkamer. Hand in. Zie je hier, naar beneden trekken. Als je hier hard trekt, dan krijg je een wippers. Ja. Dus als de handeling, als hij het dus naar voren pakt, is 1, 2, 3. Ja, dat zijn dus allemaal puur met het pomp uit het been. Dus ze heeft allemaal een zelfverdediging. Oh, shit. Goed, hè? Is je dat? Oké. Hans, je weet het weer gelijk te blijven, hè? Gelijk aan elkaar. Rechts instappen. En dan twee. Pongen. Thank you.
Loopt. Eerst even, wat is uw naam? Chris de Korte. Chris de Korte, u doet, we hebben hier vandaag aan Tai Chi gedaan. Wat is Tai Chi eigenlijk? Tai Chi is een Chinese bewegingsleer die dus drie aspecten heeft of kan hebben. Dat is zelfverdediging. In eerste instantie is het eigenlijk voor zelfverdediging. En daarnaast is het voor meditatie en ook hoofdzakelijk nu in het Westen wordt het gebruikt voor de gezondheid. Ja, het wordt heel veel door Chinezen altijd gedaan. Ja. Ik zie het in de stad, hebben zo'n Chinees, hoe zeg je nou, bejaardentehuis. En dan staan ze met z'n allen op het dak staan ze daar te dansen. Nou, ik kan iedereen aanraden om dat te doen. Ook. Dus in China zijn ze dat te gaan, zijn ze wat verder. Omdat ze dus al lang, daar komt Tai Chi vandaan, dus ze doen ze het al langer. Het is een perfecte vorm, niet alleen voor ouderen, ook voor jongeren. Maar als je wat ouder wordt, is het een perfecte vorm om in beweging te blijven. Je lenigheid in stand te houden of te vergroten. Zonder dat je gevaar loopt. Dus de belasting is zover als je zelf kan hebben. Ja, want als je zit te kijken als toeschouwer, je ziet dat voor het eerst en denk je, nou, dat is een slow motion opname van Jackie Chan, dat doe ik ook even. Maar dat valt zwaar tegen, hè? Ik weet Jackie Chan niet, maar het is makkelijk als je snapt. Als je het gevoel gaat krijgen dat je het met je romp doet, dus de meeste kracht zit in je romp, dus als je het met je romp doet, dan is het makkelijk. Maar de meeste mensen die beginnen gaan dat met hun armen staan doen. Die staan die armen in beweging te onthouden. En als je dat gaat doen, leer je het dus nooit. Je moet dus gaan voelen. Je moet een leraar hebben die je leert voelen. Dat je alles uit je romp moet doen en kan doen. En dan is het in principe makkelijk. Nou komt dat Tai Chi. U zei net dat Tai Chi komt uit China. Maar het komt ook nog voort uit een vechtsport of zo? Jawel. Tai Chi betekent eigenlijk boksen. Schaduwboksen. Ah. Ja. En boksen dan, wij denken dan gelijk aan onze manier van boksen, maar daar is een onderdeel van Wushu. En Wushu is de verzamelnaam van die Chinese gevechtsporten. En een onderdeel daarvan is de Tai Chi. En dat is een paar eeuwen geleden is het bedacht, omdat het is een slow motion beweging, dus energie ophoopt. Je krijgt een goede doorbloeding en je kan de bewegingen heel goed oefenen. En je kan, als je het langzaam kan je het ook snel, andersom niet. Dus het is...